ben Ferre de Jong, ik ben 14 jaar en ik ben speler van AZ onder 15, middenvelder. Mijn droom is om later bij FC Barcelona te voetballen. Zo ziet elke ochtend voor de 14-jarige Ferre de Jong eruit. Trainen, trainen en nog eens trainen. Want ja, hij zit al anderhalf jaar bij AZ en zat zelfs al bij Oranje onder 14. Ja, ik kreeg een brief thuis en ik geloofde het eigenlijk eerst niet van. Want ik dacht, ja, dat gebeurt toch niet meer, zeg maar. Alleen toen, ja, toen was ik eigenlijk wel heel erg blij dat ik weer werd uitgenodigd. In de ages ben ik al voor de AZ voetbalschool gescout. En toen was ik in de laatste ronde afgevallen. Alleen toen hebben ze me nog gevolgd. Zeg maar, en toen ben ik een jaar of twee later weer gevraagd. En toen ben ik wel doorgekomen. Dus uiteindelijk toch nog goed gekomen. Nou, voetbal is natuurlijk gewoon de leukste sport die er is. En ik doe het liefst elke dag. En dat kan ik bij AZ ook nu doen. Ik denk dat ik goed kan dribbelen. Ik ben fysiek ook wat sterk voor mijn leeftijd. Vooral als ik gewoon op het middenveld de bal krijg en dan vooruit en dan het spel verdelen. Dat is wel mijn kwaliteit, denk ik. Het is echt een dynamische middenvelder. Veel loopvermogen, veel scorend vermogen. Hij is de aanvoerder van het team. Dus hij heeft ook leiderschapskwaliteiten die hij gaat inzetten voor zijn team. Het is een rustige jongen, een stille kracht eigenlijk. Iemand die zich steeds meer weet te uiten en daardoor ook steeds belangrijker wordt voor het team. Het is denk ik een intelligente knul, weet wat hij kan, weet wat hij nog moet verbeteren. Het is al met al een jongen die op de goede weg is. Ik train elke dag en dan op sommige dagen train ik in de ochtend en dan ga ik daarna naar school. En andere dagen ga ik eerst naar school en daarna trainen. Ja, het is soms wel lastig omdat je wel lessen mist. Maar op zich kan ik dat best wel goed combineren met voetbal. Ik blijf wel gewoon goed inzetten op school, zeg maar, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Of je wel of niet doorbreekt, maar ik probeer er gewoon alles aan te doen zodat het uiteindelijk wel goed komt. Maar je weet het nooit, dus ik blijf wel gewoon mijn best doen op school. Ja, hij krijgt zelf een 15e contract, denk ik. Helemaal wel. Contract voor het leven. Nou, dit is mijn kamer. En we zien heel veel voetballers op die posters. Welke is dan je favoriet? Deze hier van Messi. Waarom? Nou, Messi is voor mij de beste speler in de wereld. Dus daarom is dat mijn favoriet. Je zou de nieuwe Messi willen zijn. Ja. Ja! Nee, Canes. Je hoort natuurlijk steeds jonger dat spelers eigenlijk op jonge leeftijd al contracten aangeboden krijgen. Dus wij zitten dan ook heel erg gekscherend en dan zegt Ferre ook, maar mam, als ik straks mijn contract heb, dan koop ik een nieuw huis voor jullie. Terwijl ik denk, nou, ik ben heel tevreden waar ik woon. Nee, maar anders krijg je een hele mooie sportwagen van me. Dus het is heel erg mooi dat Ferre nu al aan het bedenken is, als hij later rijk wordt, hoe hij dat gaat delen met de rest van de familie. Dus, en zijn broers en zussen zeggen dan heel erg, ja, graag. Dus we hebben er eigenlijk ook wel een beetje gekscherend lol om dat soort dingen. Waar zie je jezelf over 10 jaar, denk je? Ik hoop in een goed team als profvoetballer dat ik gewoon van mijn hobby mijn carrière kan maken. En het liefst in het buitenland,
in de Engelse competitie of natuurlijk bij FC Barcelona. Dat is mijn favoriete club eigenlijk.